Ja, hij kijkt niet langer vanaf de zijlijn toe als veelgevraagd commentator, maar betreedt als lijstduwer van de Partij van de Arbeid in Utrecht, hoe je het ook bent of keert, de politieke arena. Uit zorg voor een partij in deplorabele staat, wellicht, maar zeker vanuit een onrust over het huidige politieke klimaat, waarin de PVV meer en meer dominant wordt. Maarten van Rossum, welkom. We zagen u gisteren bij Pauw en Witteman in de ZAP-service. Mensen die in Utrecht wonen zagen u al eerder bij RTV Utrecht. We gaan even... Dat heb ik allemaal gemist. Heeft u allemaal gemist, maar u was het wel. Ja, ik was het wel. We gaan even kijken wat u zei. Het stemmen op Wilders is uiteindelijk geen enkel excuus te vinden. Ik wil excuseren diegenen die slecht op de hoogte zijn. Dat zijn er meestal een heleboel. Maar diegenen die op de hoogte zijn, die weten wat hij daadwerkelijk gezegd heeft en die toch op hem stemmen, die deugen ook niet. Kortom, een deel van het electoraat van Wilders deugt niet. Ja, hoe groot dat deel is, weet ik niet precies. Interessante vraag is ook, hè. Wilders scoort ongeveer 17%, 17,5% van het electoraat. Of hij dat gaat halen, weten we ook niet. En interessant is dat en Fortuyn en Verdonk steeds op die 17% uitkomen. En mag je het wetenschappelijk onderzoek geloven, dan is dat zo'n beetje het plafond. Ja, maar het gaat mij er even om dat u zegt, de mensen die op Wilders stemmen, en dan vooral de mensen die de krant lezen en een gezond verstand hebben, want die zijn toerekeningsvatbaar dan blijkbaar. Ik kan me voorstellen dat je gezond verstand hebt en op Wilders stemt. Maar wat er nu gebeurd is, we hadden hier gisteren Bram Moskowitz zitten, de advocaat van Geert Wilders. Herman van Veen vergeleek de PVV met de NSB. U zegt nu, de mensen die op Wilders stemmen zijn niet goed bij hun hoofd. Ja, daar komt het in grote trek. Dus de demonisering, want dat woord valt nogal eens de laatste tijd, en Bram Moskowitz had het er ook over, gaat door. Nou, ik zie dat helemaal niet als demonisering. Het gaat erom dat vrij makkelijk kan worden aangetoond dat in feite de wereld die Wilders aan zijn kiezers aanbiedt, dat dat een paranoïde waanwereld is. Dat die in feite heel weinig of niets met de werkelijkheid van doen heeft. Er zijn er meer dan 1 miljoen mensen niet goed bij hun hoofd op dit moment in Nederland. Ik denk dat dat op zichzelf al een vrij conservatieve conclusie is. Ja. Denkt u... Alleen heeft het nu... U bent nu ook politicus, meneer Van Rossum. Heeft nu politieke vorm gekregen. U was tot nu toe commentator en een beetje een ook door ons veel gevraagde en graag geziene, televisieclown. Dat is er nu echt vanaf. Het is u nu menens. U bent nu namens de Partij van de Arbeid, zit u ook in deze stoel. De Wilders... Hoe bestrijden we Wilders? Dat is eigenlijk de grote vraag. Ja, dat is de grote vraag. Wat is uw antwoord? Ik ben zelf natuurlijk geneigd om te zeggen, je moet aantonen, steeds weer opnieuw aantonen, dat datgene wat hij zegt, dat dat niet waar is. Maar voorlopig zegt u alleen maar de mensen die op hem stemmen zijn achterlijk. Ja, maar dat is weer een heel wat anders dan uit te gaan leggen op grond van welke feitelijke overwegingen wat hij zegt niet juist is. Als hij zegt er is sprake van een islamitische tsunami, dan is dat gek als je weet dat slechts 5% van de bevolking in Nederland uit moslims bestaat. Mm. Ja. Dan zeggen de mensen die in dit type van politieke overtuiging zeggen, ja, maar die allochtonen die planten zich voort als de konijnen. He, dus in no time zullen ze een veel grotere. In de grote steden ligt het percentage iets hoger. Hè? Ja. Dat is zeker, ze zijn geconcentreerd, dat is ongetwijfeld juist. Maar dat doet aan het grotere probleem natuurlijk niets toe. Of de onjuistheid van de informatie bedoel je? Ja, in feite is het zo dat de geboortecijfers van de allochtonen zich zeer snel aanpassen aan de relatief zeer lage geboortecijfers die in Nederland normaal zijn. Neem een ander punt. Superstaat Brussel. Is er een superstaat in Brussel? Waar Wilders van spreekt? Ja, die is er helemaal niet. Want wat is het budget van de superstaat? 1% van bruto binnenlands product van de Unie. Dus maar kortom, de politicus van Rossum die gaat nu feitelijk, overal waar Wilders een feitelijke onjuistheid meldt, gaat u zeggen dat de enige juiste aanpak is. Kijk, je kunt ik wel zeggen... Want wie is daarvan onder de indruk? Waarschijnlijk heel weinig mensen, maar... Dan is het niet de goede aanpak. Ja, maar is het dan wel de goede aanpak om het met de NSB te vergelijken? Ik vraag het me af wat u de goede aanpak vindt. U bent nu politicus geworden en ik denk, nou, die Van Rossum komt eraan. Ik probeer nu uit te leggen dat je moet uitleggen dat het grootste deel van wat hij zegt simpelweg onjuist is. Zal dat helpen? Daar heb ik mijn twijfels over. Er was laatst een heel aardig onderzoekje van het Sociaal Cultureel Planbureau, waaruit bleek dat de boze burgers, laten we het even die groep even zo noemen, dat die eigenlijk zeer slecht geïnformeerd zijn, absoluut niet precies weten wat er aan de hand is en hoe slechter ze geïnformeerd zijn, hoe bozer ze zijn. En nog wonderlijker blijkt dat als ze in discussie gaan met mensen die wel goed geïnformeerd zijn, dat die mensen die wel goed geïnformeerd zijn aangetast worden eigenlijk door het virus van de boze burger. Maar hoe doorbreek je dit? Dat weet ik niet. Hier bijt Pechtold zijn stand op stuk. Hier bijten alle politici dit met dat tanden op stuk. Om te roepen dat Wilders een racist is, lijkt me ook niet zo verschrikkelijk verstandig. Pechtold heeft geen gelijk, Van Veen heeft geen gelijk. Ik denk eerlijk gezegd, nee, Van Veen niet, omdat je dan dat de hele jaren 30 en de Tweede Wereldoorlog, en dat moet je niet overhoop halen. Te meer omdat het populisme ouder is dan het fascisme.
Je kunt hoogstens zeggen, in het fascisme zitten elementen van het populisme. Mm-hmm. En dat moet ik zeggen, Wilders is een uiterst gewiekste populist. Als er een handboek van het populisme zou bestaan, dan zou Wilders een van de meest perfecte uitvoerders zijn van het handboek van de populisten. Mm-hmm. Ik zou maar zeggen, de verbale provocatie heeft hij tiptop onder de knie. Tot zover de felicitaties. Hij roept verschrikkelijke dingen. Mm-hmm. En dat doet hij eigenlijk om zijn tegenstanders boos te maken. Zodra ze boos worden, zegt hij, ja, u demoniseert mij. Maar dit is weer, nogmaals, dit is de analyse. Het gaat natuurlijk om, wat is het recept voor een politicus die het falikant oneens is met Geert Wilders? En dat bent u. Sinds kort. Het enige recept, ten eerste ben ik geen politicus, ik ben lijstduur. Dat is een politicus maar zwak het nou niet af? In lichte vermomming. En dat is een politicus met sympathieke gevoelens. Dat is toch een... Ze hebben niks aan u. Zelfs als de hele... ik heb ze gewaarschuwd dat ze er geen gouden bergen van moesten verwachten, eerlijk gezegd. Maar zij vonden het toch een leuk idee. En dan ben je zeker onder deze penibele omstandigheden niet zo onaangenaam dat je zegt van als jullie er nou heel goed voor stonden, zou ik het wel doen. Maar meneer Van Wassen, ik ga even terug naar uw eerste uitspraak. U zegt het electoraat van Wilders is eigenlijk niet goed bij zijn hoofd. Denkt u niet dat u met deze opmerking in een goed bekeken programma als dit eigenlijk Wilders weer eens in de kaart speelt? Want dat zegt eigenlijk iedereen, we ook zeggen, we spelen hem in de kaart. In zekere zin wel, maar het probleem is dat je bij de populisten, dat je ze eigenlijk vrijwel altijd in de kaart speelt. Dus wat is dan nogmaals, ik probeer uw paniek me in te beelden. Wat moet je dan doen? Paniek is nou een groot in uw leven woord, maar het is een zorgelijke zaak. Laten we het zo formuleren. Het is ernstiger dan de Mexicaanse griep. Ja. Theo, ben jij er gerust op? Je zou het dus met een virus kunnen vergelijken. Ja. Op Wilders en... jouw collega Herman van Veen, die is... Ik ben er niet gerust op. En ik snap ook al wat hij gezegd heeft. Sterker nog, ik denk... Dat tuurlijk, in alle PVV-stemmers zit een potentiële fascist. Maar dat geldt natuurlijk ook voor PvdA-stemmers. En volgens mij is het goed om af en toe daar waakzaam op te zijn. Ik vond bijvoorbeeld ook dat die kop voor de tax waar hij het over had. Toen dacht ik, kop voor de tax. Dat zijn moslima's, dat zijn mensen. Dieren hebben een kop, mensen hebben een hoofd. Dat vind ik wel ook weer zoiets dehumaniserend, En ook de tsunami is ook een... Ik ken propagandafilmpjes vanuit het Derde Rijk. Dat ze rattenplagen hadden en nu is het dan een tsunami. Ik zie wel verbanden. Ik zie meer verbanden tussen Femke Halsema en Adolf Hitler dan tussen Geert Wilders en Adolf Hitler. Dat laatste zin nog één keer? Dat ik meer overeenkomst zie tussen Geert Wilders en Adolf Hitler dan tussen Femke Halsema en Adolf Hitler. Daar zit wel wat in, lijkt mij. Daar zit ook op grond van niet-politieke overwegingen... zit daar wel wat in. U bent historicus. Maar kijk, ik denk dat het heel lastig te bestrijden is... en dat het eerlijk gezegd een verschijnsel zal zijn... wat min of meer permanent ons zal vergezellen. Eerst hebben we de kale Messias gehad. Die LPF is in no time verdwenen. Toen hebben we Verdonk gehad. Nu hebben we Wilders. Die mensen worden, zodra ze moeten regeren, zodra er iets daadwerkelijk gedaan moet worden en het niet meer is dan de verbale provocatie, raken ze in de problemen. Dat kon je bij de LPF zien, kon je bij Verdonk zien. Dus dan maakt u zich in wezen geen zorg, laat ze maar winnen, dan loopt het toch spaar. Dan is de vraag, moet je iemand als Wilders bijvoorbeeld toelaten in een coalitie? Ik zou zeggen, gezien wat Wilders gezegd heeft, zou ik dat niet doen. En dan loopt het waarschijnlijk tenslotte af, maar dan krijg je waarschijnlijk opnieuw dat verschijnsel. Omdat het is niet iets specifiek Nederlands. Je vindt de boze burger. Obama wordt achtervolgd door een groep van volstrekte halve garen. Mm-hmm. Die bij het aannemen van het voorstel over de nieuwe ziektekostenregeling... een bord met een foto van Dachau ophouden en zeggen Obama's healthcare. Ja. Dat is ook een feit. Dat is niet de meerderheid in Amerika, hè? Nee, maar wilden ze dus ook geen meerderheid in Nederland. Het electoraat op dit moment wel, dacht ik. Nee. De grootste partij op zijn best. Dat bedoel ik. Ja, maar dat is toch geen meerderheid? Nee, goed, maar de grootste partij. Dan zou het 76 zetels zijn. Dan zou het redelijk zijn om mij als beloning voor dit programma een kaartje naar... waar moet je heen? Als u morgen wordt... als u morgen wordt bedreigd, bent u dan bang? Ik ben wel eens bedreigd en dat maakte eigenlijk... Mijn indruk was dat... sorry dat ik deze terminologie nogmaals moet gebruiken. Dat leek in mijn volstrekte halve garen. Dat was al 20 jaar geleden trouwens, toen ik had gezegd... dat Billy Graham op het monster van Frankenstein leek. En toen werd ik meteen de aanpalende zaterdag opgebeld... dat ze mij wel wisten te vinden. En het leek mij onzin. En dat bleek het ook te zijn natuurlijk. Aangifte gedaan? Nee, maar dat deed je toen niet. Maar zou je het nu doen?
Nou, als ik herhaaldelijk zou worden gebeld, zou ik het overwegen. De jonge fortuinisten hebben mij ook wel eens langdurig met mails geteisterd, omdat ik de kale Messias had beledigd. Ja, of althans niet zag, niet waar, dat hij in feite de verlosser was en dat onvoldoende onderkende. Daar heb ik wel aan de universiteit overigens gevraagd, omdat ze zonden me zulke grote berichten dat mijn mailbox verstopt raakte. Elke keer als ik iets negatiefs zei over Fortuyn, dan kreeg ik een instructiefilmpje. Ja, waarin hij dan optrad. Mag ik u danken voor uw komst? Ja, dat mag, maar wij hebben niks opgelost natuurlijk. Nee, maar ik heb u wel veel gevraagd.